Don't try this at home. Een nieuwe video en in Amerika kwam ik een heel erg leuk spel tegen, of nou ja, leuk, shockbal. En deze ga ik vandaag doen in deze video. Het spel gaat als volgt: je moet de bal overgooien in een groepje, maar je moet bijvoorbeeld een plaatsnaam zeggen met een K. En dat is best wel lastig, maar als je het antwoord goed hebt, dan mag je hem doorgooien. Maar als het niet goed is, ja, dan moet je opnieuw iets bedenken. En hoe langer je de bal in je hand hebt, hoe groter de kans is dat je een schok krijgt. Dus het is een best wel spannend en gestresst spel. Nou, ik ga hem nu even unboxen. En er zit ook een sleuteltje bij, want daar gaat hij mee aan. Dit is hem dan. Er zit dus een sleuteltje in en de bal. En hier in dit gat moet een sleutel in. Op het moment dat het sleuteltje erin zit, begint het spel. En nu gaan we het spel spelen. We zijn nu in het park en ik heb mijn ouders gevraagd of ze samen met mij het spel willen doen. En we gaan beginnen met ronde 1 en dat is vliegtuigmaatschappijen. Ik zet hem aan, zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, dan gaat hij. Delta. Oep. KLM. Southwest. Transavia. Singapore Airlines. Corendon. United Airlines. Oké, nu gaat het tussen jullie. Mijn moeder is nu af en nu ga ik tegen mijn vader strijden om te kijken wie ronde 1 heeft gewonnen. En nu gaan we beroemde mensen met de letter B doen. 2, 1. Brad Pitt. Bruno Mars. Be Brave. Britney Spears. Bart Boonstra. Wie zijn? Yes, ik heb ronde 1 gewonnen. Woe! Nu is het tijd voor ronde 2 en dat wordt fastfoodketens. Dus ik haal mijn ouders er weer bij. Oké. Burger King. McDonald's. Wendy's. Five Guys. Kentucky Fried Chicken. In-N-Out. Steak and Cheese. Steak and Cheese, ja. Woe! Ah nee, alweer! Jij leidde eraf van, wat is steak and cheese? Wat is steak and shake? Oh ja, steak and shake is het. Oh ja, steak and shake. Ah joh, maakt het uit, ja. Ik ben weer af. Ja. Helaas is mijn moeder weer af en dus gaat het nu weer tussen mijn vader en mij. En wat gaan we deze ronde doen? En nu gaan we woonplaats met de letter B doen. Je bent pas af als je de bal laat vallen en een schok krijgt. Maar als je bijvoorbeeld een schok krijgt tijdens het gooien naar de ander toe, dan ben je niet af. Dus, oké, dan gaan we beginnen. Oké. Baren. Barcelona. Barendrecht. Beekbergen. Beekse Bergen. Badhoevedorp. Kom op. Ik had die bal in de handen en toen wist ik eigenlijk niet meer van welke plaats. Ja, dat is zo irritant aan het spel, want je weet dat die schok er aankomt. Dus het is super spannend. En dan kom je op een gegeven moment niet meer op dingen. Dus nee. Dat is best wel lastig aan het spel. Nou ja, je hebt al eigenlijk al gewonnen, maar we moeten ronde 3 nog spelen. Ja, en voor de allerlaatste ronde, ronde 3, gaan we dus fruit doen. Oké, kom er maar weer bij. Appel. Ananas. Peer. Watermeloen. Banaan. Pers. Druif. Zwarte besjes. Perzik. Citroen. Watermeloen. Heb ik al gezegd. Algaliameloen. Druiven. Banaan. Mandarijn. Blauwe bessen. Witte druiven. Navelsinaasappels? Ja. Mandarijn. Avocado. Mandarijn had ik al gezegd. Oh. Ja, snel doorgooien dan. Ik weet echt niks. Nee, ik weet het niet! Denk even na. Ja!
Ah, jammer. Ik kon echt niks meer bedenken. Nee, we hadden bijna alles al gehad. Op een gegeven moment heb je die bal vast en denk je, oh, ik moet snel, ik moet snel. En dan vergeet je het. Nou ja, nu gaat het tussen jullie twee. En in de allerlaatste ronde gaan we dus kijken wie de winnaar is. En in deze ronde gaan de YouTubers doen. Dus kom er maar bij. 3, 2, 1. Veurtje. Masha. Sophie. Teske. Jami. Beautiness. Think Julia Love. Sanders Kanaaltje. Kelvin. Nou ja, goed gedaan. Oké, okay, ja. Kom erbij. Nou, wat vonden jullie van het spel? Op een gegeven moment denk je, oh god, dat gaat af en dan moet je nog snel iets verzinnen. Maar ik vond het heel erg grappig om te doen. Ik vond het ook leuk. Nou, super. Dus hij krijgt een duim omhoog van ons allemaal. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je geen één video meer wilt missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!